Hallo en welkom bij alweer deel 3 van Zoek je stamboom uit met Christel. Nou, zoals je ziet ben ik vandaag niet thuis aan het werk. Ik ben in het Gouwe Depot van het Streekarchief en hier bewaren wij bijna 9 kilometer archieven over de geschiedenis van onze regio. 9 kilometer, dat klinkt misschien een beetje abstract, maar om het wat duidelijker te maken. Nou, deze rij dozen is 1 meter. Stel je voor dat ik al onze dozen die we hebben achter elkaar zou zetten, 9 kilometer lang. Dan zouden we, nou ik zit nu in het Gouwe Park in Moordrecht, daar staat ons depot. Dan zou ik uitkomen in het centrum van Zevenhuizen, als ik dat allemaal achter elkaar zet. Dus ongelooflijk veel is dat en veel meer dan dat je in een mensenleven kunt doorspitten. Maar dat is ook niet nodig. Vorige keer hebben we gezocht op internet en daar konden we al vaak zoeken in de belangrijkste bronnen voor jouw stamboomonderzoek, namelijk de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en de dooptrouw- en begraafboeken. Nou, de originele daarvan uit onze regio, die hebben wij hier ook in een depot liggen en die zijn bij elkaar, nou, laat zeggen ongeveer 300 meter aan dozen. Dat betekent dat we nog ruim 8 kilometer hebben aan andere bronnen waar ook heel goed namen van voorouders in zouden kunnen staan. Maar ja, welke bronnen zijn dat en hoe kun je die vinden? Nou, vandaag ga ik een paar veelgebruikte bronnen met jullie bekijken die je verder nog kan tegenkomen in je onderzoek. En dan ga ik laten zien hoe makkelijk of moeilijk die zijn en of je daar makkelijk of moeilijk in kan zoeken. Ga je mee? Ik ga beginnen met een bron die bij de burgerlijke stand hoort, maar meestal nog niet op internet te vinden is. En dat zijn de huwelijkse bijlagen. Nou, je herinnert je natuurlijk nog de burgerlijke stand met de geboorteactes, huwelijksactes en overlijdensactes. En als je nou in het huwelijk trad op het stadhuis en er werd zo'n huwelijksakte opgemaakt, dan moest je vaak ook nog wat bijlagen overleggen. Bijvoorbeeld een uittreksel uit jouw geboorteregister of als een van je ouders was overleden, een uittreksel uit het overlijdensregister. En zo kom je nog wel meer interessante documenten tegen met ja, misschien informatie die je al weet, maar misschien ook nieuwe informatie. Nou, hier deze kast is allemaal huwelijksbijlagen van Gouda. Hier begint al Noord-Waddinxveen en zo gaat het toch verder en verder en verder. En ik zal er even eentje bij pakken om te kijken wat er nou in zit. Stel je voor dat jouw voorouders leefden in Krimpen aan de Lek in 1828. Dan kun je de huwelijksbijlage aanvragen uit het jaar 1828. Dan krijg je in dit geval dit pak. Met de gesorteerde huwelijkse bijlage. Nou, dit is nummer 1 uit 18 in totaal. Uit 1828, dus zo kun je vrij makkelijk naar de goede akte gaan. En zelfs de namen van de bruid en bruidegom zijn er ook bij geschreven. Ik hou even halt bij nummer 4 van Noordijk en van Bel. En even kijken wat daar dan in zit. Kijk, hier staat het. 9 bewijsstukken behorende bij de huwelijksakte van Leendert Noordijk en Maria van Bel. En dat is 25 augustus 1828. Nou, wat voor bijlagen zijn het dan? Ik zie hier al een extract uit het doopregister. Handgeschreven natuurlijk, 1828. Ook een extract uit de burgerlijke stand. Dat zijn de vader. Dat is overleden. En ook dat zijn moeder is overleden. Nou ja, nog meer extracten. En waar ik naartoe wil is deze. Een certificaat van de Nationale Militie. De bruidegom zat bij de lichting van 1823. Leendert Noordijk. Geboren te IJsselmonde. Geboortedatum, ook handig. Beroep, schoenmaker, ouders erbij. Hij had het nummer 12 toebedeeld gekregen. Vervolgens is hij naar de militieraad geweest in Rotterdam en uit hoofde van lichaamsgebreken is hij finaal met een hoofdletter F en een streep eronder vrijgesteld. Hé, dat is interessant om te weten. Hij is vrijgesteld wegens lichaamsgebreken.
En dan is dit helemaal leuk bij zo'n certificaat van de nationale militie. Dat is namelijk een signalement, een persoonsbeschrijving. En ja, we zijn in 1828, dus foto's bestonden nog niet. Maar hier kun je wel ja, een soort tekening mee maken in je hoofd. Lengte 1 L, 6 palm, 8 duim, 4 streep. Aangezicht rond. Voorhoofd plat. Ogen blauw. Neus dik. Mond ordinair. En dan ordinair in de zin van gewoon. En niet van ordinair van ordinair. Maar ordinair gewoon. Een gewone mond. Kin spits. Haar en wenkbrauwen blond. Geen merkbare tekenen. Hoe leuk als je zoiets vindt. Wil je huwelijkse bijlagen bekijken? Dan kun je ze in ons geval aanvragen en inzien in onze studiezaal. Die is niet hier, maar in de chocoladefabriek in Gouda. En dan krijg je dus de originele op tafel en dat is wel extra leuk. Let wel op dat in verband met de bekende coronacrisis onze studiezaal veel beperkter open is. Dus stuur vooral even een mailtje en dan kijken we wat we op afstand voor je kunnen doen. We gaan door naar de volgende bron. Kom mee, gaan we naar een ander depot. Een andere mooie bron voor jouw onderzoek zijn archieven van notarissen. Notarissen leggen al eeuwenlang afspraken vast en de kans is groot dat ook jouw voorouders wel eens bij een notaris zijn langs geweest. Bijvoorbeeld bij de koop of verkoop van een huis, voor het laten opmaken van een testament of een boedelinventaris, voor het laten vastleggen van huwelijkse voorwaarden of een echtscheiding en ook als je een bedrijf startte ging je bij de notaris langs. In onze regio zijn ook eeuwenlang vele notarissen werkzaam geweest en hun archieven worden door ons bij het streekarchief bewaard. Hoe vind je nou een notariële akte? Nou, eerst moet je kijken welke notaris of notarissen er werkzaam zijn geweest in de plaats die voor jouw voorouders van toepassing zijn geweest. Je kunt ook proberen te bedenken in welke periode of welk jaar zelfs misschien jouw voorouders een akte zouden kunnen hebben laten opmaken. Heb je de goede notaris gevonden? Kijk dan of hij een overzicht heeft gemaakt per jaar van alle actes die bij hem zijn gepasseerd. Want dat scheelt een enorm stuk zoeken. Ik zal even een paar voorbeelden geven. Ik heb hier even de stapel actes van een notaris uit Zevenhuizen erbij gepakt. Notaris Cornelis van der Meer, die werkzaam was tussen 1684 en 1697. En eens even kijken. Kijk, zulke soort actes heb je dan. En dan is het best wel een heel erg dikke pak. Dus ja, ga er maar eens tussen zoeken als je niet precies een aanwijzing hebt. Kijk, over aanwijzingen gesproken. Ik zie wel dat hij hier zelf een soort index heeft gemaakt. Dus met een naam en dan een verwijzing naar de akte. Dus dat is wel fijn. Dan kun je wat gerichter zoeken. Maar wat in dit geval nog fijner is, dat iemand anders die index ook nog eens een keer helemaal heeft overgenomen en een boekje van gemaakt. En dat ziet er dan zo uit. Klapper heet dat hier. Het heet ook wel nadere toegang of index. Nou, allemaal archieftermen, maar in ieder geval dat je er namen in kunt opzoeken. Kijk, en dat ziet er al een stuk prettiger uit. En je ziet bijvoorbeeld hier dat Hendrik Leendert van den Berg een testament heeft laten maken bij notaris van der Meer in 1686. En dat is dan akte nummer 43. Oh, en daar treedt hij op als getuige. Dus misschien is het niet zijn eigen testament, maar hij wordt wel genoemd in de akte. En zo kun je veel sneller een akte vinden met een naam van jouw voorouder. Nou, er zijn ook nog andere manieren. Ik pak weer even een pak aktes erbij. We zitten hier in de 19e eeuw. Om precies te zijn tussen 1826 en 1842 bij notaris Hofstede uit Schoonhoven. En dit is een heel pakket actes van nou een jaar ongeveer. Dus nou, hopla, allemaal actes om te doorzoeken. Maar hij heeft er zelf ook een samenvatting bij gemaakt per jaar. En dat heet dan in archieftermen een repertorium. En ik zal hem er even bij pakken. Kijk, dat ziet er zo uit. Het staat er ook.
repertoire der akte van der notaris Justus Johannes Hofstede, residerende te Schoonhoven. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan 1826 en dan een soort akte, een kleine samenvatting ervan. En dan kun je een goede akte er heel snel bij zoeken. Dus dat is ook al handig. Je moet natuurlijk wel even het handschrift kunnen lezen. Nou, in dit geval gaat dat aardig. Dus in ieder geval is het een hulpmiddel om een akte te vinden. Ben je zover terug in de tijd dat er geen notaris werkzaam is in een plaats? Kijk dan bij de archieven van de rechtbank. De rechtbank behandelde namelijk ook juridische zaken voor haar bevolking en dit is de zogenoemde civiele rechtspraak. Naast die civiele rechtspraak waren er rechtbanken die ook nog uitspraak deden in criminele zaken. En voor de plaatsen Gouda en Schoonhoven zijn die strafzaken toegankelijk gemaakt. Dat wil zeggen dat iemand ze allemaal heeft gelezen en een kleine samenvatting heeft gemaakt en de namen heeft opgeschreven van de mensen die voorkomen in die strafzaken. Hartstikke spannend dus. Mocht je een criminele voorouder hebben van een paar eeuwen terug, dan is het allemaal wat minder erg. Dan kun je dus kijken in de index en de bijbehorende rechtszaak erbij zoeken. Ik pak ze er gewoon even bij. Als je bij ons in onze historische personendatabase zoekt, dan kan het dus ook zijn dat je treffers hebt uit het rechterlijk archief. En we hebben ook een boek met alle uittreksels uit die criminele vonnisboeken, zoals hier ook staat. En die vind je dan ook op de website terug als je een treffer hebt met een naam van een voorouder. Nou, en hier zie je het allemaal. Namen, data en samenvattingen van de vergrijpen. Ik zal eens even... Nou ja, bijvoorbeeld hier. Loesje van der Putten, echtgenote van Jan Rezouw, spinster, wonende onder Goudenrak. Delict, illegale verkoop van vlees van een koe die in Goudenrak gestorven was voor 1 oortje het pond. Ah, en dat mag dus blijkbaar niet. Boete en 4 weken tuchthuisstraf. 25 gulden, dat zal best wel veel zijn geweest. En ik denk dan meteen, oh, waarom mocht je in 1745 dan geen vlees van een koe verkopen? Nou ja, misschien was het wel een veeziekte. Dat nodig meteen uit tot het onderzoeken daarvan. Oh, en hier staat ook haar man, wonende in Goudenrak. Ja, hetzelfde vergrijp. Ik zie ook Loesje van der Putten. En ja, als je dan eenmaal bezig bent met lezen, dan ga je toch weer verder kijken. En zo kwam ik hier tegen 1902, 1745, Anne van Stijn, spinster, 40 jaar, Gouda, delict, waarzeggerij en koppelarij, oelala. Vonnis op het schavot, strenge geesteling en 6 jaar tuchthuisstraf, betaling, gevangenis en gerechtskosten. Oeh. Dat is niet fijn. Oh, maar de eis was nog vervelender. Eisofficier op het schavot, strenge geeseling, afsnijden rechteroor en levenslange verbanning uit Holland en West-Friesland op straffen van zwaardige straf. Ieuw, je rechteroor afgesneden. Nou, Vincent van Gogh, eat your heart out. Ja, en dit verwijst dus naar de originele bron. Dat zal ik er ook even bij pakken. Want dat is wel zo leuk om te zien. Deze even die kant op. Deze komt eraan. En dit is dan de originele bron. Waar die vonnissen in staan. En hier staat inderdaad Loesje van der Putten. En dan een heel verhaal. Dus er staat nog veel meer in dan in dat uittreksel. Dus daarom altijd de originele bron aanvragen. Want hier gaat het nog helemaal verder, hier gaat het helemaal verder. En hier begint dan hetzelfde liedje tegen haar man Jan Rezouw. Ik ben benieuwd wat je vindt van het schrift. Of je het makkelijk vindt of denkt, oh help, nee, niet doen. En dat gaat ook nog zo een tijdje verder. En dan hier is Anna van Stijn. Even de boek netjes beter pakken. En ik ga ondertussen verder lezen. Ja, van het een kom je in het ander. Een andere interessante bron die ik nog wil noemen is het archief van de Weeskamer.
Een weeskamer is iets anders dan een weeshuis. In een weeshuis werden kinderen opgevangen die geen ouders meer hadden. Maar een weeskamer hield toezicht op de erfenis die bestemd was voor de wezen of voor de halfwezen. Want als je één van je beide ouders verloor, dan was je aangemerkt als een halfwees en hield dus ook de weeskamer toezicht op het bezit dat jou later zou toekomen. Om te voorkomen dat een familielid ermee vandoor ging. Nou, meerderjarig was je in het algemeen als je 21 jaar was, dus dat toezicht kon best wel even duren. Dus heb je een voorouder die is overleden en er waren nog minderjarige kinderen, kijk dan in de plaats waar het om gaat of er een archief is van de weeskamer en of daar al een soort personenlijst voor is gemaakt, zodat je heel snel de door jou gezochte persoon kunt terugvinden. Is dat niet het geval, dan zul je zelf door de archieven en boeken moeten ploegen. Dit is een weesboek uit het weeskamerarchief van Gouda. Kijk. En dit zijn dan allerlei actes. Hier in de namen staan erboven. Nieltje Cornelis. En hier is dan ook een index op, als ik het goed heb. En dat is fijn, want zo kan je ook snel weer de juiste akte zoeken. En hier moet je toch wel iets beter uitschriften voor kunnen. Ik hoop dat je deze bronnen interessant vindt. En ze zijn in ieder geval heel mooi om wat meer te weten te komen over de levens van jouw voorouders. Want in het begin van stamboomonderzoek ga je natuurlijk namen verzamelen, datums en plaatsen. Maar ja, dat zijn de feiten en je wil ook wat verhalen hebben. Deze bronnen kunnen je daarbij helpen. En het zijn er nog maar een paar. Er zijn natuurlijk veel meer bronnen als je verder gaat zoeken. Dus ik zou kijken, ben je bij een voorouder aanbeland waar je veel meer over zou willen weten? Kijk dan eens bij het archief van die plaats in een archievenoverzicht wat ze allemaal nog meer hebben naast die bevolkingsregisters en die notarissen. Misschien zie je wel bronnen waarin ook iets zou kunnen staan over jouw voorouder. Ik geef nog een paar voorbeeldjes uit onze eigen collectie. Om te beginnen met deze uit de gemeente Waddinxveen. Die hielden dan een aantal jaren een inventarisatie van wat ze aan geneeskundige mensen in hun gemeente hadden. Dus hier staat ook lijst 1 december 1915 in de gemeente gevestigde geneeskundige, tandartsen, apothekers, drogisten en vroedvrouwen. Nou, en daar staan dan de namen en de functies. En zo gaat dat eigenlijk verder. Dus ja, behalve dat er een voorouder in zou kunnen staan, is het ook wel heel leuk gewoon voor de geschiedenis van een gemeente om te zien die daar dan allemaal in zaten. Ja, oh ja, hier nog zelfs. 1935. Erg leuk vind ik dit. De lijsten van de weerbare manschappen van 16 tot 60 jaren oud, gevonden onder vlist en bonnerenpas. Dus een opgave van weerbare mannen. En dan beginnen ze aan de oostzijde van de vlist. Met Willem van der Nat, in staat om te dienen, doch onvermogend. Oké. Jan van der Neut, heeft behoorlijk geweer. En dan Cornelis, vermogend, zal geweer bezorgen. Hij is ook nog roomsgezind, dat schreef ze dan ook nog blijkbaar bij. Ja, en zo gaat het verder. Nou, zo krijg je een inkijkje in de weerbare mannen van Vlist en Bongepas. Oh, hier is Bongepas. En je voorouder zal maar een behoorlijk geweer hebben gehad. Dat is ook leuk om te weten. Hier nog de staat. Oh ja, 1747 zitten we hier. Dus ja, woonde jouw voorvader in Vlist of Wolgepas? Zou die zomaar op de lijst kunnen staan? En dan tenslotte nog dit. Smalle, lange boekje is ook een snoepje van een bron. Het komt uit het archief van Gouderak. Ja, en het is moeilijk te lezen, maar het zijn buitenlandse paspoorten die voor Gouderak zijn afgegeven. En daar zitten ook foto's bij. Kijk nou eens hoe geweldig. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien zo.
Ja, en dan zijn die paspoorten eigenlijk altijd wel afgegeven te Schravenhagen. Dus ja, je moest wel naar Den Haag hoor, als je een paspoort wilde. En dan Gouderak, 1920. Het is inderdaad tussen 1920 en 1938. Maar kijk eens al die foto's. Het is toch ontzettend leuk. Stel je voor. Kijk, ook twee dames. Stel je voor dat je hier toch je voorouder in tegenkomt. De ene foto is nog mooier dan de andere. Nou, nog één bladzijde. Ja, lang niet iedereen had een paspoort natuurlijk in die tijd. Zelfs een kindje. Kijk nou eens. Met ook het paspoortnummer erbij. Helemaal geweldig. We rollen de kast weer dicht. We gaan het depot sluiten. En volgende week is de laatste aflevering van deze kleine serie. Met als thema: wat kunnen boeken betekenen voor jouw onderzoek? Graag tot volgende week. Dag!